Lang leven de kunst laat ouderen kennis maken met verschillende kunstdisciplines en met elkaar. Drie kunstenaars uit Landschrijland inspireren, motiveren en begeleiden de deelnemers in het maken van hun eigen kunstwerk. Aan de telefoon hebben we Yvonne Pesier. Zij is kunstzinnig therapeut en docent kunstkijk en heeft deze cursus in samenwerking met Landschrijland Beweegt en Bibliotheek Oostland ontwikkeld. Goedenavond Yvonne. Goedenavond. Goedenavond. Het klinkt wat wollig. Ouderen kennis laten maken met de verschillende kunstdisciplines met elkaar. Wat bedoel je ermee? Dat er verschillende soorten kunstuitingen worden gemaakt. Wordt met fotografie gewerkt. Onder leiding van Mark Oldhoff. Aleid Egas inspireert en begeleidt bij het schilderen. En Jelly Piersma begeleidt bij boetseren. Dus dat zijn verschillende soorten mogelijkheden om met kunst bezig te zijn. En we hebben nog een schrijfdocent. En die gaat begeleiden in het vinden van woorden en komen tot een gedicht. Ja, maar het is niet alleen een gedicht schrijven. Er zit ook nog een proces eigenlijk vooraf. Hè? Voordat je een gedicht schrijft heb je een heleboel gedaan in je hoofd. Ja, zeker. En de opbouw is ook zo dat het leuke is, docent van het schrijven, die komt de eerste bijeenkomst en gaat heel veel daarover inspireren. Hè? Hoe zit een gedicht in elkaar, wat schrijfopdrachten. En de weken daarna gaan we aan de slag met de andere kunstenaars. En de laatste bijeenkomst hebben de deelnemers ook zelf hun eigen gedicht gemaakt en komt eigenlijk alles samen. En het leuke is, elke bijeenkomst wordt ook gestart met kunst kijken. En dan gaan we ook met elkaar ontdekken van hoe zit nou zo'n gedicht in elkaar of waar zie je dat allemaal. Want poëzie is bijvoorbeeld overal. Hè, je hoeft daarvoor niet eens een boek open te slaan. Poëzie is overal en je kunt overal een foto van maken. Maar wat maakt nou een mooie foto en hoe kan je er een verhaaltje in zien? En nou ja, zo gaan we de ogen een beetje laten openen. En wat ook ontzettend leuk is, is dat de deelnemers tussen de bijeenkomsten door waarschijnlijk zo geïnspireerd raken dat ze er thuis ook mee aan de slag gaan. Dat hebben we vorige bijeenkomst ook gemerkt. Ja, want ik kan me zo voorstellen, kunst, als ik nou ook een beetje naar mezelf kijk. Je kan in elk kunstwerk kan iemand persoonlijk andere dingen zien of mee ervaren dan mijn buurman bijvoorbeeld. Ja. En dat lijkt me vooral bij die ouderen toch wel een aparte ervaring als ze nooit wat met kunst gedaan hebben. Nou, dat valt wel mee, denk ik, hoeveel ze met kunst gedaan hebben. En het leuke is dus als je gaat kunst kijken met elkaar en je dus ontdekt dat je iets op een verschillende manier kan beleven. Of als je er langer naar kijkt, dat je dan merkt van, oh, het is echt iets heel anders. Of ik vind het eigenlijk toch nu best leuk of interessant. En vorige bijeenkomst, want het is de tweede ronde eigenlijk al. Hè, we hebben al een eerste ronde lang leven kunst gedaan afgelopen jaar. Merkten we ook dat de deelnemers zulke unieke dingen maken. Geïnspireerd eigenlijk op wat de docenten aangeven en wat we met elkaar ontdekken. Ja, het is dus eigenlijk niet zo dat deelnemers iets gaan leren tijdens deze cursus, maar ze gaan dingen bij zichzelf leren ontdekken. Ja, nou dat is ook een vorm van leren natuurlijk. Ja, ja. We gaan niet 20 dezelfde werkstukken zien. Nee. echt allemaal uniek en ze leren wat bepaalde technieken, een bepaalde manier van kijken en dan maken ze daarin hun eigen keuzes en dan komen ze tot een uniek werkstuk. En het leuke was, vorig jaar hadden we afgerond met een expositie en toen zei een van de deelnemers, nou, ja, is misschien ook wel een mooie nieuwe carrière die ik zo kan inslaan. Dus dat is hartstikke leuk als je op oudere leeftijd nog dat van jezelf kan ontdekken en dat zelfvertrouwen daaruit haalt. Ja. Moet je artistieke aanleg hebben om deel te kunnen nemen aan deze cursus? Nee, helemaal niet. En je hoeft ook niks van kunst te weten. Oh. Het enige is ervoor openstaan. En het is een unieke kans om met verschillende docenten en kunstuitingen kennis te maken. Mensen te leren kennen die misschien wel hetzelfde leuk vinden. En die weet, spreek je met elkaar af. Joh, laten we samen naar dat en dat museum gaan. Of laten we eens die kunstwandeling doen. Of er is nog een andere cursus. Laten we daar eens met elkaar aan deel gaan nemen. Dus het is echt een beetje een start voor veel mensen om daarna ook weer verder op creatief gebied te gaan. Oké, het is dus echt het losschoffelen van onbekende potentie die je nog in jezelf hebt. En het wordt ook wel een beetje ervaren als een soort proeverij, een soort mogelijkheid om van alles te kunnen uitproberen en te onderzoeken. Ja, en met verrassingen. En met verrassingen, nou inderdaad. Hoeveel tijd duurt deze cursus? Hoeveel bijeenkomsten zijn er?
Het zijn 8 bijeenkomsten, waarvan er een aantal nog dit jaar plaatsvinden. En dan hebben we even een stop tussen na de kerst. En dan pakken we het in de loop van januari weer op en dan hebben we er nog een aantal. Dat is op woensdagmorgen van 9 tot 12. En even kijken, want je wil vast ook de locatie weten. Natuurlijk. In Berkel. In Berkel en Roderijs. In de buurt van de kleine zaal souterrain van de Pius Tienkerk. Oké. Okay. En nou even een oer-Hollandse vraag. Wat kost het? Het kost, de deelnemers betalen een eigen bijdrage van €120. En dat is mede omdat het mogelijk wordt gemaakt door subsidie van Lang Leven Kunstfonds en gemeente Lansingerland draagt bij. En medewerking natuurlijk van Lansingerland Beweegt en Bibliotheek Oostland. Dus, het wordt breed gedragen. Ja, zeker. Ja. Waar kunnen luisteraars meer informatie vinden over deze cursus? Nou, op de website van de bibliotheek staat sowieso, Bibliotheek Oostland staat sowieso de informatie. En kunnen ze ook een kaart bestellen. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. En overal liggen ook flyers in de verschillende vestigingen in de 3 dorpen. En we verspreiden de flyers ook nu via, misschien wel bij de supermarkt en op die manier. En afgelopen woensdag, als ik me niet vergis, stond het ook nog in de Herauts. Kijk, we spraken met Yvonne Pessier. Zij is kunstzinnig therapeut en docent kunstkijken. En zij gaat aan de slag binnenkort met de cursus Lang Leven de Kunst. Yvonne, dank voor de informatie. En ik zou zeggen, veel succes met de cursus.